Ik ben Karen Hellemans, hoofdredactrice van Libelle. Elke dag komen er op onze redactie verhalen binnen. Herkenbare, ontroerende, pijnlijke of inspirerende verhalen. Van echte vrouwen die geconfronteerd worden met het leven. Maar om niet te reanimeren, dat kan uw geweten niet aan, denk ik. Dat dat een rouwproces is, ja, maar dat is een rouwproces dat ze voorlopig niet kan afsluiten. Ja, er zijn wel momenten dat ik echt mezelf helemaal bij elkaar moet grijpen om naar hier te komen. Het uitgangspunt bij Libelle is dat de verhalen eerst onszelf moeten kunnen beroeren. Alleen dan kunnen we al deze verhalen op de goede manier vertellen. Als steun en inspiratie voor jou. Welkom bij Mijn Verhaal. Iedereen die iemand verloor in het leven, weet hoe moeilijk dat is. Je kan de wereld in twee groepen verdelen. Mensen die verlies kennen en mensen die nog in een zalige onwetendheid leven. Vorig jaar verloor ik mijn vader. Heel plots ging er iets heel erg mis. Mijn vader stierf. De man van Sophie in dit verhaal leeft nog. Maar ook zij moest afscheid nemen. Afscheid van de persoon die hij vroeger was. Libelle-redactrice Tinne zocht haar op. Goh, als ik binnen ga, ik vind dat altijd heel moeilijk, omdat dat beeld van hoe dat hij vroeger was, is zo anders met wie dat hij nu is. Dus dat lichaam is nog wel hetzelfde, hè? Maar die mens dat daarin zit, is zo iemand anders. En ik blijf het daar heel moeilijk mee hebben. Ik ben Tinne en ik heb Sophie van heel dichtbij mogen volgen. Sophie is 45, lerares en ze heeft twee zoons. Haar man Paul woont nu fulltime in Haut Marjorie, een verblijf voor onder andere mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Sophie leerde Paul 27 jaar geleden kennen. Ze was toen net 18 en stond op het punt te gaan studeren in Leuven. Paul doctoreerde in de scheikunde. Sophie viel voor hem en hij voor haar. Ik vond Paul eigenlijk van in het begin zo'n beetje mysterieus en heel sterk. Dat was iemand, als die de ruimte binnenkwam, die was er ook. Die vulde de ruimte. En ook heel humoristisch. Iemand om naar op te kijken, groot, allee, sterk, heel verstandig. En ja, dat merkte eigenlijk in alles. Paul en Sophie kregen samen twee zonen, Obe en Douwe. Ondertussen zijn de jongens 17 en 13. Kinderen krijgen was na een eigen huis bouwen hun grote droom. Ik vond eigenlijk echt wel dat hier een goed gezin was, dat wij een goed koppel waren. Hij was niet echt de gemakkelijkste prater. Maar op een of andere manier begrepen wij elkaar en wij moesten soms, als wij ergens waren, gewoon maar even naar elkaar kijken. En ik kon zo al zien wat dat hij dacht en omgekeerd. Als je zo lang samen woont met iemand, ja, dan kende die gewoon ook door en door. We hadden gezegd, als we 25 jaar samen zijn, dan gaan we voor al die feesten die we niet gedaan hebben en voor ons 25 jaar samen zijn, gaan we samen naar New York gaan. En dat is dan ja, net niet gelukt. Ik zal met de kinderen dat ooit wel nog eens doen, maar om dat samen te doen, ja, dat kunnen we natuurlijk niet meer samen doen. Samen met Sophie mocht ik Paul bezoeken. Hij woont nu een klein jaar in Haut Marjorie, een verblijf waar mensen met een niet aangeboren hersenletsel terecht kunnen. Om hem daar te krijgen heeft Sophie hemel en aarde bewogen. Sophie zorgt zo goed ze kan voor Paul. Ze koopt de snoepjes die hij lekker vindt, de deodorant die hij altijd graag rook en ze doet zijn was. Ja, soms dan denk ik van, ik ga die was hier laten doen, maar dan denk ik van, dat zou niet passen bij mij. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat het enige is dat ik nog kan doen voor hem. Ja, er zijn wel momenten dat ik echt mezelf helemaal bij elkaar moet grijpen om naar hier te komen. Oké, we komen naar Paul.
Dit is even slopen doen, maar dit is in de kamer. Hè? Op vrijdagavond 25 maart 2017 had Sophie zich nooit kunnen voorstellen dat haar leven die nacht voorgoed zou veranderen. Vrijdagavond was zo echt het gezinsmoment van... Dan ging er nooit iemand weg en dan keken we samen naar zo, ja, zoiets op tv dat de kinderen ook graag zagen, een of andere show of zo. Vrijdagavond kookte ik ook nooit, want ik zei van oké, de keuken is op vrijdag gesloten. Dus wij zitten hier aan tafel, broodjes te eten. En de kinderen zwermen uit. En wij blijven nog aan tafel zitten en er was juist op school iets gebeurd en... Bij mij op school dan iets gebeurd. En dat was op zich wel niet grappig, maar wij lagen hier alle twee in een deuk met de tranen in onze ogen, omdat dat weer zoiets typisch was van op school. En dat is zo nog een ding dat ik mij van die avond ervoor herinner, dat we zo hadden zitten lachen. Ze gaan die vrijdagavond samen slapen. Ze lezen nog een beetje in bed en rond 11 uur knippen ze het licht uit. Ik denk rond 1 uur of 3, 4, ineens begint hij zo een raar lawaai te maken. Dat was zo precies het geluid. Ik kan het best omschrijven van een sirene en een zeehond. Die twee gemixt. En dat geluid kwam er ineens uit de pol. Ik schrok natuurlijk wakker. Ik wist niet wat er gebeurde. Mijn eerste reactie was van, die is zich aan het verslikken, iets in zijn keel. Dus ik pak die vast. Ik begin daar heel hard aan te schudden. Omdat ik denk van, ja... Die luchtpijp moet vrijkomen. En met dat ik die in mijn armen heb, valt die ineens gewoon weg. Ik zeg nee. En dan heb ik heel snel de reactie gehad van oké, ik moet hier 112 bellen, ik moet hier handelen. Dan krijg je een stem aan de lijn, dan zeggen die zo, je gaat nu naar beneden, je gaat de deuren openzetten, licht aandoen en dan terug naar boven. Dan moet je op de grond getrokken worden. En ik weet nog dat ik zei tegen die vrouw, die man aan de lijn van, en wat met zijn hoofd? He, als je iemand op de grond klopt. Dan zei die, leg de eerste kussen, trek hem dan op de grond. Maar zo een dood lichaam is dat op die moment, dat weegt gigantisch veel. En dan heb ik die toch op de grond gekregen. Dan ben ik daaraan begonnen. Maar dat is zo uitputtend. Dat was precies 3 marathons tegelijk dat ik aan het lopen was. En dat ik op een bepaald moment dan zei ik van... Ik kan echt niet meer. Hoe lang nog? En dan zeiden ze... Nog 45 seconden, want ze rijden nu straat in. En dan... Ja, dan heb ik toch nog de kracht gevonden om door te gaan. En dan hoorde ik ineens gestommel. Ik dacht van... Ja, ze zijn daar... Tegelijkertijd met die ambulanciers komt Obe, de oudste, uit zijn bed en die zegt, mama, wat is dat hier? En ik zit daar op de grond maar te duwen, die ambulanciers hier binnen, die pakte dan natuurlijk direct over. Die zwierde mij en Obe in de gang. En daar ben ik gewoon op de grond gaan zitten. Ik wist gewoon, ja, precies niet wat dat allemaal was. Ik hoorde zo vaak zeggen van, zo dat apparaat, die een AED, en dat zegt dan alles los. Ik heb dat zeker 4, 5, 6 keer gehoord. En ondertussen denk je van, die tijd die het tikt. En ja, dan denk je van, ja, die komt hier niet meer levend uit. Het is hier afgelopen, het is hier gedaan. Ik moet hier gewoon met de kinderen voort. Na 40 minuten reanimeren komt de spoedarts de slaapkamer uit. En die komt dan bij mij in de gang op de grond zitten. Dat vond ik wel een heel sympathiek beeld. Van die zette zich gewoon bij mij neer. En dan zei hij van ja, dat is wel echt heel ernstig wat er hier gebeurd is. Hij is heel lang zonder zuurstof geweest. We hebben daar nu terug een hartenklop in gekregen. Maar we weten de uitkomst niet van wat dat hier gaat geven. Maar vanaf die moment dat ze beslissen om oké, ja, er zit hier terug een hartenklop. We gaan ermee door. Ja, dan hoopt hij natuurlijk... Op een positieve uitkomst. Volledig in shock stapt Sophie mee de ambulance in. Ze weet op dat moment niet of ze Paul ooit nog zal horen praten, of ze hem ooit nog zal kussen, of hij dit überhaupt zal overleven. Ja, dan denkt ze van, oh, dat gaat hier niet goed komen. Hè. Zo lang zonder zuurstof en ik wil geen plant. Hij wil zelf absoluut geen plant zijn. Ja, dan denkt je echt wel van oké, dat gaat hier toch niet goed komen. En als ze dan uit die operatiezaal gereden hadden, dan gingen ze naar de intensieve. En dan hadden ze tegen mij gezegd, we leggen hem nu in kunstmatige coma.
En dan moet hij wakker worden. En de medicijnen werden afgezet van die kunstmatige en je werd helemaal niet wakker. Op het moment dat Paul in coma lag, toen had ik heb daar zelfs nog een foto van, zo van onze handen. Voor mij was dat toen echt het mentale afscheid precies. Van toen voelde ik al van, ik ga hier geen verbinding, geen wederkerigheid meer hebben. Ik ga vanaf nu het alleen moeten doen. Wekenlang is er geen verbetering, alleen slopende onzekerheid. 3 keer per dag zit Sophie naast Paul zijn bed te waken en vraagt ze zich af, zal hij ooit nog wakker worden? Vrienden van Paul waren naar hier gekomen. De vrouw vroeg van, zou ik eens mogen meegaan, want ik kan het eigenlijk niet vatten. En op die moment dat wij daar aankwamen, zaterdagavond rond 5 uur, en die verpleegster die zegt tegen mij, ik denk dat hij er nog ergens is. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja, zegt ze, want af en toe dan zijn er precies reacties op omgeving. Ik zou dat nu met u willen testen. En dan was de vraag aan Paul, als Sophie hier in de kamer is, steekt uw tong dan uit. En hij stak zijn tong uit. Omdat ik leerkracht ben, ben ik daar heel snel allerlei testjes mee beginnen afnemen. Dan had ik heel snel door dat hij nog kon lezen, omdat ik dacht, lezen gaat hij ook niet meer kunnen. En dat ging dan ook. Dan met foto's, maar dat wist hij wel niet meer. Als ik bijvoorbeeld een hele bekende foto toonde, kon hij op antwoorden. Dan toonde ik dan iemand van onze vrienden, die al even uit het vizier waren. Dan kende hij die niet meer. Dus dat was een test. Mij kende hij dan. Dan wou ik geen risico nemen met de kinderen. Douwe, de jongste, die wilde eigenlijk wel graag mee op bezoek gaan. En ik had Paul voorbereid van met foto's van, ik ga de klein manneke binnenkomen met blond haar. Die gaat zijn tenniskleren aan hebben. Dat is Douwe, dat is uw jongste zoon. Als die binnenkomt, dan zeg je daar dag Douwe tegen. En zo had ik dat helemaal met hem voorbereid. En dan was dat wel goed gegaan. Voor Douwe was dat op die moment oké. Paul kon vrij snel terugpraten. Complexe zinnen maken gaat niet meer, maar hij is wel verstaanbaar. Ja. Hallo. Dag Paul. Welkom. Ik heb nog vrouwen bij. Amai, zeg, 3 vrouwen. Om u te ontvangen. Zo. Dag Paul. Ja. Mogen ze binnen? Ja. Dan mogen jij ook mee binnen, hè. We waren even aan het babbelen over heel de toestand met u. Van de hartstilstand, weet het nog? Hij weet dat niet meer. Paul? Nee. Nee. Wat heb je bij de logo gedaan nu net? Zelf gewerkt. Heb jij zelf gewerkt? Ja. Heb je aan het werk gezet? Ja. Wat moest je doen? Na de coma werd het snel duidelijk dat Paul zijn hersenen zwaar geleden hadden onder het zuurstoftekort. Ze werken niet meer op volle kracht. Maar wat kan hij nu nog wel en wat niet meer? Ja, dus hij ziet er nog helemaal uit zoals iemand die gewoon is. Hij gaat zelf geen initiatief nemen om iets te zeggen. Dus als je daarnaast zou zitten, dan blijft het stil. Als je aan Paul een vraag stelt, gaat hij antwoorden als hij het antwoord weet. Maar dan moet het echt een heel gerichte vraag zijn. Zo niet van, wat heb je gegeten of wat heb je gedaan? Dan niet, want dat weet hij niet meer. Puur technisch gezien kan hij eten. Maar hij doet niet voort, dus hij heeft geen initiatief. En dan moet hij zeggen van, neem een hap en steek het in je mond. En zo van die dingen. Maar het
Het gaat gewoon vlotter als je het aan hem gewoon geeft. Ja, en hij doet niet graag iets. Hij zit gewoon graag. En alles in de oog houden. En dan stappen met een rollator kan hij. Dus ja, nee, complexe redeneringen zijn heel erg moeilijk. Dat lukt eigenlijk niet. Maar soms komt zijn intelligentie toch nog naar boven. En gaat hij woorden en zinnen gebruiken die dat je helemaal daar niet zou zien verschijnen eigenlijk. Dat is echt straf. Of kan hem zo eens een opmerking geven over vroeger, over mij dan. Het ging eens over parkeren met een auto. En dan kwam er zo heel gevat tussen, zo van... Ja, maar parkeren, dat konden je vroeger ook niet, hè. Dus af en toe komt daar echt nog heel heldere praat uit, maar niet dikwijls. Collega's van hem herkent hij. Als hij een baas op bezoek komt, die herkent hem en hij begint daar direct in de juiste taal tegen. Hij begint hem direct in het Engels tegen. Dus het is zo vreemd wat hij nog kan en wat hij niet kan. Maar dus de vreemde talen spreken kan hij, maar bijvoorbeeld zijn dagelijkse toilet, dat kan hij niet. Een gecompliceerde rouw, zo noemt Sophie de maanden die volgen. Paul is er nog, maar tegelijk ook niet meer. Sophie kan hem nog aanraken, ze kan een koffie met hem drinken, maar die sterke man, de chemicus die fabrieken bouwde, de man die Sophie zo bewonderde om zijn grote verstand, is weg. Bovendien moet Sophie plots ook alles alleen doen. Ik heb die een heel hard gemist in het begin. Hè. Allee, ik heb dan ook nog het grote gevecht moeten vervoeren om hem hier te krijgen. Hè. Dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekost. Dat heeft heel veel mensen in beweging gezet. Dus ik heb constant mezelf aan de kant gezet om te zorgen voor Paul, om te zorgen voor de kinderen. En wat dat ik dacht, gewoon dicht doen, niet aandenken en doorgaan. Maar ja, op den duur wreekt zich dat, hè. Sophie houdt veel ballen tegelijk in de lucht. Zorgen voor Paul, het verdriet van de kinderen meedragen, tegelijk mama en papa zijn en het huishouden alleen bestieren. Ze is alleen maar onpeilbaar moe. En kwaad, af en toe zo kwaad op het lot dat haar een vreselijke loer heeft gedraaid. En op de medische wereld, die eerst heeft gevochten om Paul in leven te houden, maar hem erna ergens wilde laten wegkwijnen. En dat is iets waarover dat ik daarna wel heel kwaad geworden ben. Omdat ik dacht van, oké, wij staan nu in de statistieken als een geslaagde reanimatie. Maar dat is geen geslaagde reanimatie. Dat hart klopt, oké. Dat is het. Daarmee is ook alles gezegd. En dat vond ik wel, daar ben ik heel boos om geweest. Hoe dat ze in België omgaan met die mensen, dat heeft mij echt wel heel erg kwaad gemaakt. Had ik dan de power niet gehad en de mensen rond mij om te zeggen van kom, we gaan daar tegenaan, ja, dan had hij een paar maanden daarna gewoon in het rusthuis gezeten bij de mensen van 90 jaar met de meeste zorgen. Dus dan had hij daar gewoon zitten wegkwijnen. En ja, dat is echt een jaar en een half angsten van wat gaan ze met die mens doen, hè? Ik kan die ook niet in huis nemen, want die kan die zorgen niet bieden. Dus uiteindelijk is het voor ons wel goed gekomen allemaal. Allee, goed is ook relatief, maar voor Paul nu toch een deftige oplossing. En van zodra dat ik dan wist van, oké, we hebben het budget, hij kan naar Heist op den Berg. Vanaf toen is er zo wel iets over mij gekomen van, oké, nu moet ik daar niet meer om strijden. Ook financieel en praktisch was het een hele leidensweg. Om Paul in Home Marjorie te krijgen, is Sophie zelfs tot in de rechtbank gegaan. Ze heeft gevochten als een leeuwin en pas nu Paul de verzorging krijgt die hij nodig heeft, komt er stilaan rust over haar. Ze probeert het beste te maken van wat er nog over is tussen hen en ze hebben samen nieuwe rituelen gevonden. Wij gaan koffie drinken. Wat pakken we dan mee? Chocola. Ja. We gaan koffie drinken. Naast koffie drinken en chocolaatjes eten, lossen Paul en Sophie ook graag samen kruiswoordraadsels op. Wie gaat er schrijven? Jij. Oké. En wat moet ik schrijven? Je mag alleen maar invullen van Paul wat je zeker weet. Dus als er twijfels zijn, mag er niks geschreven worden. Vroeger maakten wij veel kruiswoordraadsels. En hij kon dat supergoed. Hè. Die zette dat op een minuut 30 vulde die dat in. Die timede dat dus vroeger. En nu doen we dat dan nog samen. En
Dat is zo raar, die weet zo weinig dingen. Maar maken wij samen een kruiswoordraadsel en zitten daar moeilijke woorden in, die weet dat 7 op de 10 keer nog. De tabel van Mendeleev, ik heb die ook helemaal afgevraagd, dat weet je nog allemaal. Haar. Scheikunde, hè. Glazen kweekruimte. Sarah. Hoewel ze samen nieuwe gewoontes hebben, is het voor Sophie duidelijk dat ze met Paul nooit meer een man-vrouw relatie zal hebben. En dat mist ze. Ze mist wederkerigheid, graag zien en graag gezien worden. Op een zomeravond gaat Sophie met een vriendin naar een feestje. En daar ontmoet ze iemand die haar leven zal veranderen. En ja, ik ben dan toch meegegaan en ja, zo'n mooie zomeravond. En Obe, mijn oudste zoon, liep daar ook nog ergens rond op dat feestje. Dus dat was eigenlijk wel de perfecte setting voor een fijn feest. En ja, dan komt iemand tegen en... Ja, door de sfeer en de ambiance die er was, zijn we toevallig wat dichter bij elkaar kunnen gaan staan. En zijn we wat beginnen praten en... Ja, dan klikte dat eigenlijk zo gigantisch goed. Ja, wij voelden onmiddellijk van, ja, deze zit hier wel echt goed. Dat ik ook het heel snel hier thuis tegen de kinderen gezegd heb, omdat ik dacht van, ik kan niet liegen. Ik ben zelf iemand die altijd heel erg hamert op eerlijkheid. En dan heb ik dat ook gewoon verteld. Die heeft dat verteld en ik denk dat we een week later waren we met ons 4 samen op stap naar Antwerpen. Het onverwachte cadeautje op dat zomersfeestje was Bart, een 52-jarige accountmanager uit Mechelen. Hij zat niet te wachten op een nieuwe relatie, maar liefde kruipt waar het niet gaan kan. Bart beseft dat Sophie met een zware rugzak komt, maar die neemt hij erbij. Meer nog, hij helpt haar rugzak meedragen. Ik had al wel iets gehoord, hè, dat Paul een hartinfarct gehad had en dat er heel lang aan hem gewerkt is voor hem er terug door te krijgen, dat er blijvende hersenschade was. Maar dat blijft natuurlijk zeer raar, omdat ja, je weet niet wat je met die mensen kan. En ja, de enige manier om dat te ontdekken was Paul te ontmoeten natuurlijk. Hè. Ik denk dat ik in augustus Paul al voor de eerste keer ontmoet heb. Ja. En dat is eigenlijk heel vlot tussen aanhalingstekens gegaan op die moment. Dat wil zeggen dat wij daar allemaal samen naartoe gaan. Maar op het moment dat wij daar zijn... Ja, Bart gaat dan mee. Vind ik ook wel heel dapper. Moet dat voor hem ook wel heel raar zijn? Want Paul ziet in mij de vrouw. Dat is een rare situatie natuurlijk. Ik kan mij ook voorstellen, als je dat aan andere mensen vertelt, dat dat heel raar moet overkomen. Maar wij hebben ons er alle twee bij neergelegd dat dat zo is. En ik probeer wat te praten met Paul ook, in de mate dat dat mogelijk is. Hij kent mij natuurlijk niet, je kunt zijn emoties niet meer lezen. Dus dat is een moeilijke, maar voor de rest gaat dat eigenlijk heel vlot. Ja. Ik heb daar geen problemen mee voor de rest. Ook voor de kinderen hier. Ik denk dat zij nu ook wel blij zijn met iemand nieuw in huis. Bart neemt veel rollen aan. Hij probeert zo goed mogelijk te vaderen over Obe en Douwe en probeert Sophie te steunen waar nodig. Want dat het leven dat ze leidt niet evident is, dat ondervindt hij maar al te goed. Het leven waar ze in zit als ze thuis is, is een ander leven als waar ze inkruipt als ze bij Paul gaat. En ik zie dat ook aan haar. Dan is haar focus alleen maar op Paul gericht. En ik denk dat ze dat ook moet doen voor haar eigen. Even een klik maken, alleen daarmee bezig zijn. En als ik dan bij Paul buiten ben en ik kom weer overstuur daar buiten, ik stap in mijn auto, tegen dat ik hier op de oprit rij, ben ik terug meestal relatief kalm. En dan kan ik weer in het gewone leven inschuiven, precies. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik altijd tussen werelden beweeg. En ze moet die klik weer terugmaken. Ze stuurt mij dan ook wel een bericht. Ik kom net buiten, ik moet toch weer even... Het is even weer moeilijk. Dus ze is ook heel open over haar gevoelens daarover. En ja, dat maakt het mooi eigenlijk alleen maar. Ja, je kunt daar niet negatief tegenover staan, vind ik, als iemand zo open is. Ja. Het is haar man kwijt, maar die is er nog. Dat is niet meer haar man emotioneel, maar die persoon is er nog altijd. En dat laat hij niet zomaar los, hè. Ik bedoel, en dat zal wel een hele rare rouw zijn. Dat komt niet meer goed, hè. Daar wordt elke keer mee geconfronteerd. En dat een rouwproces is, ja, maar dat is een rouwproces dat ze voorlopig niet kan afsluiten. Terwijl dat ze toch verder moet. Hoeveel kortsluiting moet dat geven in je hoofd? Zo blij zijn met de nieuwe liefde,
maar tegelijk zo verdrietig om wat er ooit was. Sophie worstelt daar af en toe nog mee, met die cocktail van tegenstrijdige gevoelens. Maar er is tegelijk heel veel goesting in de toekomst. Daar ben ik eigenlijk wel door, dat Paul is gelukkig. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik moet eigenlijk precies mezelf overtuigen van, jij verdient het nu ook. En dan moeten heel veel mensen dat tegen mij zeggen, om dat te kunnen vatten. Ik ben echt wel anders gaan kijken naar de dingen. En ik zal veel meer genieten van het moment en ik zal nemen wat ik kan nemen, want wie weet, als ik ga slapen, wat gebeurt er? Ik heb ook tegen haar gezegd van, er is eigenlijk voor ons, er is maar één prioriteit, dat is je gelukkig zijn. Omdat je hebt het wel gehad. Nu. Je hebt meegemaakt hoe erg dat kan zijn. Laat ons er nu aan werken om je alleen maar gelukkig te zien voor de rest van je leven. Ik ga Paul niet laten vallen. Dat is ook de vader van mijn kinderen. Dat is de man waar ik echt 25 jaar gelukkig mee ben geweest. Ik wil nu wel voor hem blijven zorgen op een manier dat ik het nog aan kan. Dat je weinig of niks kunt controleren in het leven, dat bewijst het verhaal van Sophie. Op 1 seconde kan je mooie plan A voor je neus aan diggelen vallen. En toch, misschien bewijst Sophie haar verhaal nog meer dat er altijd een plan B zal zijn. Of C of D. Sophie ging niet naar New York met Paul, maar maakte met Bart en de kinderen een wondermooie reis door Zuid-Afrika. Het leven is het beste maken van wat er op je pad komt. Vraag dat maar aan Sophie. Je luisterde naar Mijn Verhaal, een podcast van Libelle gemaakt door het Geluidshuis. De research en interviews van deze aflevering waren in handen van Tine Trappers. Regie Leen Renders, klank en mixage Bram Kouwmans, originele muziek Koen Brandt. Wil je niets van deze podcast missen? Surf dan wekelijks naar libelle.be/podcast of abonneer je gratis op Mijn Verhaal via Spotify of een andere podcast-app. Heeft deze aflevering je geraakt? Laat dan zeker een recensie achter. Zo vinden anderen gemakkelijker hun weg naar onze podcast. Luister volgende keer naar het verhaal van Monica. Dan lag ik op de bevallingstafel en dan dacht ik van nee, ik moet het weten gewoon. Want als je nu je kind moet afstaan, dat is verschrikkelijk. Dat kan niet gewoon. Zij werd bij de geboorte ter adoptie afgestaan.